De finale 4 zonder stuurman van de Europese roeikampioenschappen voor heren op de Amsterdamse Bosbaan leek een gemakkelijke overwinning te zullen worden voor de uitstekend roeiende ploeg van Denemarken. Maar door enkele onbegrijpelijke misslagen in de laatste meters raakten de Denen hun cadans en daarmee hun voorsprong kwijt, waardoor Duitsland het goud kon binnenhalen. Denemarken moest zich zelfs nog inspannen om in ieder geval de tweede plaats te behouden. Een dramatische ontknoping. Dat de Russische skifeur Ivanov op de voorgrond een moeilijk te verteren brok zou zijn voor onze egierroeier Rob Groen, wist iedereen. Maar toch hoopte men dat de Groninger, die als altijd een wit petje droeg, het goud zou kunnen behalen. De Rus wist echter de kleine voorsprong van Groen in een sublieme eindsprint teniet te doen. Groen veroverde, evenals verleden jaar in Kopenhagen, de zilveren medaille. In oktober zullen beide skifeurs elkaar in Tokio weer terugzien. Na een rustige race van deze ongestuurde 6 brak het geweld los. De finale van de 8 met stuurman. Een schitterend gezicht. Al na 500 meter waren de ploegen van Duitsland, Italië en Rusland uitgelopen. Maar in deze snelle wedstrijd moest Italië tenslotte de andere twee laten gaan. Duitsland won met het uiterst geringe tijdsverschil van 200ste seconde. En dat over een afstand van 2 kilometer. De Nederlandse aanhang zal echter vooral blijven praten over de race van de twee zonder stuurman. Blesse en Venemans op de voorgrond lieten de Duitsers Schwan en Hottenrod meer dan anderhalve lengte uitlopen. Maar op 250 meter van de finish sprong het publiek als één man omhoog. Het zag dat de Amsterdammers hun gevreesde eindspurt inzetten. En gedragen door de toejuichingen schoot de boot naar voren, naar de overwinning, naar de Europese titel. Voor het eerst sedert 1947 had Nederland weer een gouden medaille veroverd.